is now on the beat. Hallo kijkers, welkom op mijn YouTube kanaal Sherelle Ish. Vergeet niet alvast te abonneren en natuurlijk te liken om op de hoogte te blijven van mijn ontwikkelingen. Dit filmpje is heel bijzonder, want ik heb een DNA kit besteld. Dit had ik al besteld vorig jaar, dus 2017, tijdens Black Friday was er een actie via MyHeritage. De link zet ik hieronder. Kan je een DNA-onderzoek laten doen en door middel van je speeksel kan je erachter komen waar je roots liggen. Dus dat is super interessant. Ik loop al heel lang met de vraag: waar kom ik nou uiteindelijk vandaan? Waar kom ik vandaan? Hoe bijzonder is dat om dat te weten? Ik weet niet hoe diep het teruggaat, maar dan heb je wel ongeveer een indicatie waar je vandaan komt. Je kunt ook via de website MyHeritage.nl kun je een stamboomonderzoek laten doen, wat ook heel erg interessant is natuurlijk. Maar ik had dus vorig jaar via Black Friday zo'n DNA kit besteld. Het was een actie. Ik heb daar toen €39 voor betaald in plaats van €69 of €89. Ze hebben regelmatig acties op hun site. En dan duurt het ongeveer 3 weken voordat je zo'n pakketje krijgt toegestuurd. Die kreeg ik ook, alleen ik was er toen niet. En ik ging ook voor een lange tijd op vakantie, dus had ik mijn pakketje gemist. Wat super balen is natuurlijk. En toen ik terugkwam van vakantie, heb ik ze natuurlijk gemaild en gebeld om te vragen of het toch mogelijk is of ze nog een keer het pakketje kunnen toesturen. Ze zijn natuurlijk niet verplicht om dat te doen, want ik heb gewoon mijn pakketje gemist. Dus eigenlijk is het wel dikke bult. Maar ja, wie niet waagt, wie niet wint. Ik kreeg geen reactie. Pas weken daarna kreeg ik ineens een mail van: oh sorry, we hebben je mail niet gelezen. Of sorry voor de late reactie. We zullen zo snel mogelijk een pakketje naar je toe sturen. Super geweldig, dat is echt een goede service. Want inderdaad, ik heb een pakketje gehad. Vandaag, en dit zal ik ook met jullie delen, dit is de DNA kit. Zo ziet het eruit. Ik ga het nu voor het eerst openen. Het ziet er zo uit. Spannend. Dan schuif je hem open. Er zit een kaartje in met wat informatie hoe je hem kunt registreren. Zo, het ziet er wel heel spannend uit. Het bestaat dus uit een zakje. Van die kleine flesjes. 2 waterstaafjes. Hiermee moet ik in mijn wang gaan om wat slijm af te nemen. Vervolgens moet ik die wattenstaafjes afbreken en in dat buisje laten. En dan in deze envelop steken en in de brievenbus doen. Het zal 5 à 6 weken duren voordat ik dan de uitslag binnenkrijg. En dat kan ik dan online checken via hun site. Ik ben zo benieuwd wat het zou kunnen zijn. Evengoed kom je gewoon uit een land waar je totaal geen affiniteit meer hebt. Dat zou echt gewoon typisch iets voor mij zijn. We zullen het zien. Oké, hoe werkt dit precies? Je moet eerst je DNA-kit activeren op de website. Er zijn dus 2 wattenstokjes. Eentje voor mijn linkerwang en de ander voor mijn rechterwang. Ik moet even swatchen. Zo ziet het eruit. Zo'n wattenstokje moet je 30 tot 60 seconden in je wang swappen. En dan moet je het in zo'n buisje steken. En waar die lijn zit, afbreken.
Dit is buisje 1. Zo. Breek hem af. Een dopje erop. Goed dichtdraaien. Dat is buisje nummer 1. Ook 30 tot 60 seconden in de andere wang. Heen en weer gaan ermee. Klaar met deze. En het andere buisje doen. Ook deze afbreken. Goed dichtdraaien. Nu moet ik het in dit plastic zakje steken. Dicht ritsen. In de envelop steken. Zo, deze lab zit helemaal in Texas, Houston. In Amerika. Dus zo ver gaat het. Gaat mijn speeksel naartoe en wordt het onderzoek verricht. Ik ben erg benieuwd. Het gaat dus, denk ik, 5 à 6 weken duren voordat ik de uitslag heb. En dan neem ik jullie mee terug. En dan ga ik de uitslag bekendmaken samen met jullie voor de eerste keer. Dus tot over 6 weken. Hallo kijkers, daar ben ik weer. Het is vandaag 10 april. En ik heb mijn uitslag binnen van mijn DNA-onderzoek. Het heeft exact 6 weken geduurd. Dat is ook wat ze zeiden. Ik heb het nog niet gecheckt. Ik wacht al de hele dag om het filmpje op te nemen en het moment met jullie te delen. Ik ben erg benieuwd wat het is. Dus ik ga nu mijn laptop erbij pakken en online checken wat de uitslag is. Ik heb de site geopend. Dit is de mail van de site MyHeritage DNA. Beste Cheryl van Menig, het is zover. De resultaten voor kit nummer bla 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 zijn gereed. Bekijk DNA resultaten. Oké, dan klik ik daarop. Oké, dan moet ik mijn paswoord invoeren. Wat was dat weer? Dit is dan mijn account. Resultaten weergeven. DNA-resultaten, hier komt het hoor, hier komt het. 40,5% Nigeriaans. 21,6% Sierra Leoner. En dan 37,9% 8 of meer. Wat is dan die 8 of meer? Nigeriaans. Waarvan ik dacht dat het Ghana zou zijn. Uw DNA matches. Janima Strangio, Nederland. Dus, is er een Janima Strangio uit Nederland? Neem dan contact met mij op. Een Jasmine Cairo. Vijfde graad neef-nicht. Wat grappig. Maarten Frank. Derde graad nicht. Dat zijn eventueel familieleden van mij. 135 DNA matches. Oké. Toon volledige schatting. Nou ja, wat ik al dacht. Sowieso Afrika, grotendeel. 77,1% uit Afrika, wauw. 64,6% uit West-Afrika.
40,5 uit Nigeria. 21,6 Sierra Leone. En de rest West-Afrika. Oost-Afrika ook nog wel. 15,1% Zuid-Aziatisch. Ja, dat heb ik ook, wel gedacht. 4,7% Europa. Zuid-Europa. Italiaans. 2,4%. Noord- en West-Europa. Fins. Amerika 1,6%. Oceanië 1,5%. Oh ja, hier zie je de gebieden. Toch overduidelijk West-Afrika. Ja. India, maar dat komt omdat... ja, dat zal ik even vertellen. Ik krijg heel vaak de vraag, waar kom jij vandaan? Waar kom jij vandaan? Waar komen je ouders vandaan? Mijn vader is Creool-Surinaams en mijn moeder is ook een groot deel Creool-Surinaams. Maar haar vader die is een deel Indiaas, Hindoestaans. Dus moeder van mijn opa, die is Creool-Surinaams. En de vader van mijn opa, die komt uit India. Dus dat maakt mij een klein procentje Hindoestaans. Dus vandaar, dat verklaart ook wel waarom ik een aantal procenten uit Azië kom. Dus dat is, ja... Ik vind het wel heel bijzonder hoor, om dit zo te zien. Alsof mijn plaatje nu compleet is of zo. Ik heb niet meer de hunkering van, oh, ik hoor, waar hoor ik nou bij? Het is vooral een bevestiging eigenlijk van wat ik al dacht. Dus ja, ik vind het heel bijzonder om dit gezien te hebben. En dat het ook gewoon kan. Ik weet niet in hoeverre dit teruggaat. Hoeveel generaties dit teruggaat. Ja, ik ben blij dat ik dit heb gedaan. En ik raad het jullie ook aan om dit te doen. Ik vraag me af, hebben jullie ook zo'n onderzoek gedaan? Of zo'n stamboomonderzoek? En hoe is dat jullie bevallen? Zijn er verrassende uitslagen uitgekomen of niet? Laat het weten in de comments hieronder. Ja, tot de volgende. Doei!